Nu is natuurlijk de vraag, de GroenLinks wil dan misschien iets bewegen. Misschien zijn er nog wat andere bewegingen en partijen die wat willen gaan bewegen. Maar waarom beweegt de Partij van de Arbeid niet? Wat denkt u? Nou, kijk, ik vind het niet logisch als je in magere tijden regeert om dan niet te willen regeren in vette tijden. En die zijn er nu. Ja. En je zou kunnen zeggen, we gaan revanche regeren. Ja. Wraak. Ja, nee, geen wraak. We gaan laten zien dat wij ook onze kiezers met ons partijprogramma een plezier kunnen doen als we deel uitmaken van de regering. Ja. Nou, we hebben allerlei mensen van de Partij van de Arbeid, dan hou ik echt op met mijn reclamepraatje voor de komende 4 jaar, die hebben laten zien dat ze het is dat een ook, heel nieuwe ervaring. Dat ze dat ook kunnen. Ja. Dus ja. We hebben de mensen. Ja. En we hebben een programma. En we hebben betere tijden, dus we kunnen die dingen waarmee wij verloren hebben, doordat we toen onze achterban hard hebben geraakt, daar kunnen we nu iets aan teruggeven aan onze achterban. Ja. We kunnen ze terugwinnen. Ja, dat ben ik waar. Ongeveer met die boodschap heb ik een campagne gevoerd. Dat werd geen groot succes. Nee. En dat is het onderdeel wat hier ontbreekt. Natuurlijk wilden wij graag regeren en hebben wij in mijn ogen hele goede plannen wat je nu zou moeten doen. Maar er is wel een verkiezingsuitslag geweest. En je moet ook een mandaat krijgen van de kiezers. En ik ben van plan om zoveel mogelijk van het programma te verwezenlijken. Maar dan vanuit de Tweede Kamer. Dat is ook een eerzame rol. Je gaat het debat aan. Je probeert vanuit de Kamer dingen te bereiken. Maar we hebben niet een mandaat gekregen om te zeggen van, nou, jullie hebben 29 zetels verloren. Dat is de laatste keer dat ik het benoem. De sfeer was net zo prettig. Ja. Als je kijkt, we hadden 38 zetels in die vorige coalitie. En die was heel moeilijk vanwege de magere tijden. Maar ook door een samenwerking PvdA en VVD. En onze kiezers begrepen dat eigenlijk niet goed dat wij dat nodig vonden. We hebben dat niet goed gedaan. Nu zou je met 9 zetels moeten onderhandelen met 3 partijen die er samen 71 hebben. Die zeker op het sociale gebied rechts van ons staan. Dus het idee dat je dan meer kan bereiken voor je kiezers, dat is niet zo. Ik denk dat ik wel degelijk veel kan bereiken voor onze kiezers en trouwens voor alle Nederlanders. Door samenwerking aan te gaan met maatschappelijke beweging, met andere politieke partijen. Door op een slimme manier je rol vanuit de Kamer te spelen. Want wat voor coalitie er ook komt, ze zullen meer rekening moeten houden met de Tweede Kamer dan 10, 20 jaar geleden. Mm-hmm. En ik vind het ook een goede manier om te laten zien dat het de moeite waard is.